Het nieuwe bestuur van de Centrale van Landsdienaren Organisaties, CLO, heeft aandacht van president Chandrika Persat Santokhi gevraagd voor een nieuwe loonreeks voor de Algemeen Ambtelijke Dienst en het ziekenhuispersoneel. Deze twee groepen zijn sinds de onderhandelingen van 2018 achtergebleven en nog niet ontkoppeld uit het functie-informatiesysteem van de overheid. Het nieuwe bestuur bracht op maandag 18 oktober een officieel kennismakingsbezoek aan het staatshoofd. Wij spraken CLO-voorzitter Michael Miskin. We hebben een constructief gesprek gehad met de president. We hebben afspraken kunnen maken. We zijn ook nog bezig, terwijl we dit interview doen, was ik dus bezig met het uitwerken van de afspraken. Ja, u zegt, er zijn afspraken gemaakt. Welke afspraken zijn gemaakt? Nou, dus we hebben akkoorden gesloten met de regering, voormalige regering. En de regering, deze regering zit dus al een langer dan een jaar aan. En we willen toch wel praten over hoe wij dus deze akkoorden stapsgewijs gaan uitvoeren. Ja. Los van de akkoorden, wat is er allemaal besproken met de president tijdens deze kennismakingsbezoek? Nou, we hebben natuurlijk eerst alle bestuursleden aangekondigd. We hebben de namen genoemd van alle bestuursleden. En we hebben brandende zaken die natuurlijk spelen. We zitten in een moeilijke periode. Hebben we aangekaart. De president heeft zelf ook de zaken die hij in anderhalf jaar heeft gerealiseerd in vogelvlucht aangegeven. En wat nog in het verschiet ligt. Die zaken hebben wij besproken. We hebben ook zaken besproken regarderende het tripartiet overleg. Een aantal zaken aangehaald. Wat de verwachting is en de werkzaamheden die daar uitgevoerd worden. U moet ook weten dat voorafgaand aan dit gesprek het tripartiet overleg op 13 september is geïnstalleerd. En niet op 15 september is geïnstalleerd. En dat ik toen ook als voorzitter van de CLO zitting mocht nemen in het tripartiet overleg. Dus dat hebben we dus toen meegenomen. We hebben de president op de hoogte gesteld natuurlijk daarvoor van dat er een nieuw bestuur is gekozen. En we hebben daarna een schrijven gericht aan de president dat wij dus ontvangen willen worden voor een kennismakingsgesprek. Zodat wij dus de werkzaamheden van de CLO weer kunnen opstarten. U weet, er is een hele periode, bijna een jaar lang of iets langer dan een jaar, vanwege dispuut in de organisatie, de werkzaamheden niet helemaal tot hun recht konden komen. Maar nu willen wij dus die start maken om dus het werk echt te laten lopen. Waar zal de CLO zich voornamelijk op richten? De CLO richt zich voor nu vooral, dus de afgelopen periode, u weet dat in de periode terug 16 juli, in de gezamenlijke vakbeweging, waar ook de CLO deel van uitmaakt, is er een pakket ingediend. En vanuit dat pakket hebben we toen onderhandeld met de regering. Er is uiteindelijk, nadat de regering 1000 SRD had gegeven in juni, in september ook weer 700 SRD vrijgekomen in september, na onderhandelingen. En nu zit de CLO samen met de andere vakcentrales, het bedrijfsleven en de overheid in de tripartiet overleg om te kijken hoe wij verder kunnen gaan. We hebben 5 topics in het tripartiet overleg. Koopkrachtversterking is er 1, belastingverlichting, sociaal vangnet, werkgelegenheid, prijsbeleid. Die zaken, daar zitten wij dus op het niveau met elkaar te praten. Maar natuurlijk zijn er ook de specifieke CLO-zaken die er spelen en die zich een beetje hebben opgestapeld, die wij met de president en met zijn werkarmen willen doorspreken. Kunt u ons een beetje vertellen over de specifieke zaak? Dus de specifieke zaak is aangegeven. Er is een overeenkomst gesloten in 2019 en daar moeten nog 3x500 SRD betaald worden. Er moet nog vakantiegeld betaald worden over 2017, 2018. We hebben ook aan de president aangegeven, zeg van luister president, er zijn nu 9 loonreeksen, toch? Er was eerst een loonreeks gegeven aan de leerkracht in 2017, wat dus veel hoger was dan de gangbare loonreeks. Maar na de loononderhandeling van 2018 zijn er
daarna nog 7 loonreeksen gekomen. Men heeft dus steeds groepen uit Viso ontkoppeld. En de 2 groepen eigenlijk die achter zijn gebleven, dat is de algemeen ambtelijke dienst, wat we kennen als de bureauambtenaren, en eigenlijk het ziekenhuispersoneel. En ja, daar willen wij ook natuurlijk aandacht voor hebben. Voor dit jaar wordt gewerkt met koopkrachtversterkingen, maar we hebben de president ook gezegd van president, er zal weer ook een moment aanbreken dat wij natuurlijk weer naar een loonreeks moeten gaan. En we hopen natuurlijk dat we volgend jaar naar een nieuwe loonreeks kunnen gaan. Het is nog niet duidelijk van wat er zal gebeuren. Zullen weer alle groepen in 1 loonreeks komen of zullen de loonreeksen apart bestaan? Maar het is natuurlijk ook goed dat, ja, dat de mensen hun salariering in een loonreeks zien. Men heeft nu een toelage gegeven van 1000 SRD, een toelage van 700 SRD. Als je de persoon gaat vragen wat hij verdient, dan telt hij die 2 bedragen niet op. Het zou ook goed zijn dat dus die bedragen geïncorporeerd worden in het loon, waardoor men ook duidelijk kan zien van hoe hoog de loonsverhoging is. Hoe zal de wat is er concreet met de president afgesproken? Wat is de volgende stap? De volgende stap die we hebben afgesproken met de president is dat wij dus in het tripartiet overleg tot duidelijke zaken geraken, vooral met betrekking tot koopkrachtversterken, zoals ik u aangeef, belastingverlichting. En dat wij dus vooral richting 1 januari 2022 de belastingschijven kunnen herstellen, of nee, niet herstellen, bijstellen. En zodat de mensen dus meer koopkracht krijgen. En natuurlijk moeten we ook kijken van de groepen dus die geen belastingverlichting kunnen krijgen, die zijn natuurlijk met een koopkrachtversterking tegemoet moeten komen. Maar er moet toch uiteindelijk gewerkt worden naar een nieuwe loonreeks. Toch? Maar dat werkt door in je pensioen, in je vakantiegeld, in je overuren en dat soort zaken. Dank u wel. Graag gedaan.